Mijn moeder gaf me vorige week kruistochten spijkerbroek van, wat ze me call it, achternaam. Dat boek vond ik als kind ontzettend mooi. Dat beleefde ik bijna alsof het mijn eigen leven was. En ze had het gegeven voor Fedor en Hager, mijn twee kinderen, zodat die later ook die beleving hebben die ik had als kind. En nou ja, het boek ligt nog steeds op dezelfde plek waar ze het neer had gelegd 2 weken geleden. Dus het is wel iets magisch voor me. En het boek was, ik was 12 denk ik, een bijzonder boek. Ik hoop dat zij ook 12 worden en het bijzonder vinden.